Harvey Panka is overtuigend gekozen als de nieuwe voorzitter van de communicatiewerknemersorganisatie Suriname CWOS van het telecommunicatiebedrijf Telesur. Gisteren is de verkiezing gehouden voor een nieuw bestuur. De kandidaten Harvey Panka en Kenneth Welzijn gingen voor het voorzitterschap, terwijl 20 kandidaatbestuursleden gekozen konden worden voor een functie binnen het bestuur. De stemming eindigde om 5 uur en om 6 uur werd er een aanvang gemaakt met de telling. Vanochtend 1:30 werd bekendgemaakt dat Panka met 332 van de 457 uitgebrachte stemmen gekozen is tot voorzitter van de vakorganisatie. Welzijn kreeg 121 stemmen en er waren 4 ongeldige stembiljetten. Alle kandidaatbestuursleden van Panka zijn ook overtuigend gekozen. Aan het einde van de verkiezing wenste voorzitter Wilfried Meijer het nieuw gekozen bestuur veel succes toe. Hij hield hen uitdrukkelijk voor dat de gelederen gesloten moeten worden en dat het belang van Telesur vooropgesteld moet staan. Zonder Telesur is er namelijk geen vakbond, zei Meijer. Panka, met wie wij voor de uitslag hadden gesproken, zei al waarvoor het bestuur onder zijn leiding zal gaan. De punten, het zaken die we met, voor de mensen willen gaan doen als bestuur van deze vakorganisatie. Die punten zijn zaken die echt de mensen aanspreken. En dat hebben we ze de afgelopen weken. We zijn naar elke afdeling gegaan om met onze collega's te praten. Om ze te wijzen van, zijn zulke zaken, we moeten weer één bond worden. En dit bestuur wil het voor jullie gaan doen. Dus ik vraag u, maak gebruik van uw democratische recht, kom stemmen. Daar hebben de leden van de CWOS ruimschoots gebruik van gemaakt. Volgens de verkiezingscommissie heeft 70% van de leden hun stem uitgebracht. Een goede opkomst, zegt voorzitter van de verkiezingscommissie Astra Kleidesdeel Sibida. Dit was ook het geval in Nikeri, waar 22 van de 32 uitgebrachte stemmen gingen naar Panka en 10 naar Welzijn. De officiële bestuursoverdracht vindt volgende week plaats.